Met een geweldig feest is zaterdagmiddag het startsein voor carnaval in Kuusegat gegeven. Traditie getrouw houdt carnavalsvereniging De Zuidstampers een week voor carnaval een bal voor mensen met een beperking. Ruim 170 bezoekers kwamen erop af. Wijkgebouw De Golfstroom was voor deze 32e editie weer omgetoverd tot een feestpaleis. Met zo'n 7000 ballonnen aan het plafond. En zoals gewoonlijk was het weer een groot feest. Iedereen was verkleed en er werd volop gedanst en af en toe was er live muziek. Ook prins Marco de Nuurste van Kuusegat stortte zich nog even in het feestgedruis samen met zijn dansmariekes.